Marcel van Tilt had daar een programma met Dominique de Rudder, de filmregisseur. Hoe heette dat? En dat heette Met een stijve naar het front. Wat een naam, in godsnaam. Enfin, maar ja, zo heette dat. En, maar dus FM Brussel was een... Ook Casablanca Moon en FM Brussel die deden parties en optredens en die organiseerden feesten eigenlijk. Dus het was één grote familie. Zo, van, maar het was allemaal... de pionierstijd en er werden altijd grensverleggende dingen gedaan en gespeeld en uitgezonden en zo verder. Vooral de programma's van Marcel van Tilton en ik denk dat Guus de Koster daar ook begonnen is. En die durfde dingen doen die je niet voor mogelijk hield. Want eigenlijk de rest van de planeet België was heel braaf en heel katholiek en heel gyrogezind en luisterde naar kleinkunst van Boudewijn de Groot en zo verder. En dan zo op FM Brussel, als je zo dan aan die knop van die radio draaide, dan kwam er zo'n soort anarchie voorbij die niet voor mogelijk was te houden eigenlijk. Hè. Ik denk dat ze wel problemen hebben gehad. De politie is daar een aantal keer binnengevallen, maar ik weet niet de exacte verhalen en de gevangenisstraffen die daarop gevolgd zijn, daar weet ik helemaal niks van. Die feestjes, dat was echt de moeite. Ah ja, ik weet FM Brussel dit hier in de Ancien Basiek zijn grootste verjaardagsfeest en dat was ook altijd de moeite van... En tof artiesten die daar optraden en zo. Dat was the place to be.